vraag ik jou op jullie aandacht. We hebben een uurtje voor de vergadering, ik heb dat al uitgelegd aan deelnemers die wij als SP-wethouders uit het hele land regelmatig elkaar zien en treffen en vergaderen. Dat gaan we straks doen, 12:30. En daarvoor hebben we altijd toch ook wel een stukje sociaal en een stukje delen met elkaar. Deze keer in onze mooie stad. En ik heb de trotse eer om op Helmond iets moois te mogen vertellen. Waar zijn we allemaal trots op? En wat is de afgelopen periode gebeurd dat verschil heeft gemaakt? En ik heb daarvoor drie instanties, personen en vrijwilligers gevraagd om dit zo te vertellen. Ik ben Aad. En ik heb daaraan gedacht omdat zij heel duidelijk laten zien wat de afgelopen periode hier in de stad is veranderd, tot stand gekomen. Wat dat te maken heeft met mensen in onze stad, hoe dat mensen verder zijn. En ik wilde heel graag het podium geven en daar vertellen, omdat ik vind dat dat als mijn persoonlijke mening, dat dat allemaal heel dichtbij onze eigen persoonlijke SP-ideaal komt. En ik daar trots op ben. Dus ik wil eigenlijk heel graag heel snel voor hen zelf uitgemaakt hebben, dat als eerste. En we hadden allemaal kennis gemaakt, maar ze hebben allemaal niet kennis gemaakt, maar nog niet met Lilian Marijns, dat is helemaal juist. En met heel veel excuses, want de vrachtwagens zijn helemaal niet die stadsdaal niet uitgevoerd, maar ze hebben lieflijk zitten opgeleid te gaan, heel veel excuses. Stadsleerbedrijf draait om meedoen, leren en ontmoeten. Dat is eigenlijk de slogan die je ook op die flyer ziet staan. En het is een netwerk samenwerking in Helmond. Bijna iedere organisatie, stichting, vereniging doet mee in het stadsleerbedrijf. Wij werken met mensen die een afstand hebben. Wij willen kansen bieden, we willen hun leerplekken aanbieden waar ze zich verder kunnen ontwikkelen. En die leerplekken die zoeken we bij maatschappelijke instellingen die eigenlijk altijd handjes kunnen gebruiken. En dat wordt eigenlijk een match en dat wordt een leeraanbod. Ja, het klinkt allemaal heel zwaar en heel groot, hè, maar we kijken gewoon, ik zeg nou gewoon, maar eigenlijk is het niet gewoon, maar we kijken wat iemand nodig heeft, waar die energie van krijgt en maken daar een goede match mee. En het leuke is dat, dat het eigenlijk heel goed gaat. Dat is niet alleen leuk, maar dat is ook vooral heel goed. We zijn in 2016 begonnen en zijn ongeveer 100 mensen in het stadsleerbedrijf geweest. Dit jaar komen we op 250 uit. En zo gaan we eigenlijk gewoon de rest van de jaren door. Iedere keer 150 nieuwe instroom. En heel kort gezegd ziet een traject er zo uit dat we naar die goede match kijken. Welk leeraanbod past nou bij iemand? Waar ga je voor werken? Wat ga je doen? En dat doen we ongeveer een half jaar. In de tussentijd beoordelen we, kijken vooral waar heb je geleerd, waar voel je je goed bij, waar krijg je energie van. Na een half jaar kun je een certificaat krijgen en een vervolgstap zetten. En een vervolgstap kan zijn zelfstandig vrijwilligerswerk, kan zijn een opleiding, werk. Nou, het kan van alles zijn. En daarom staat Sjeweni hier om gewoon eens even te vertellen hoe dat nou gaat. En wij hebben afgesproken dat ik jou een paar vragen ga stellen. Even kijken welke vragen we ook weer hadden afgesproken. Eigenlijk als eerste, wat doe je of wat heb jij gedaan in het stadsleerbedrijf, het officieel? Heb jij je certificaat aan het aan? Ja, klopt. Vertel eens hoe dat is gegaan, Sjeweni. Ik heb eerst 3 jaar bij de Job Factory gewerkt. Ja. Nadat ik dus een hele moeilijke tijd achter de rug heb gehad,
ben ik bij SMO terechtgekomen en van daaruit dagbesteding bij de Job Factory. Dat heb ik 3 jaar gedaan, maar ik moest aan werk. Op een gegeven moment is het klaar. Ja. En dat vond ik heel moeilijk, omdat ik ben wel naar school geweest hier. Ik heb wel gewoon gewerkt en zo, maar ik heb geen diploma's in wat ik eigenlijk zou willen doen. Al wist ik niet wat dat dan is, wat dat was. En toen kwamen ze met het stadsleerbedrijf. José, dat was toen mijn participatiecoach toen. Van Zijst. Ja, ja, klopt. Ja. En Kenny van Leeuwen, van het stadsleerbedrijf. Ja, ja. Daar had ik dan al contact mee. En wat mijn aanspraak was, dat ze zei van, nou ja, dan kan je iets doen voor de stad, voor Helmond. Ja. Het is niet altijd goed gegaan, dus ik dacht, als ik dan iets goeds kan doen, dan wil ik daar zeker aan meewerken. Ja. En toen ben ik gekoppeld, die mensen staan bij de Vonko, bij de Vonko. Ja. En hoe kun je bedenken waarom dan ook bij de Vonko ben je daar terecht gekomen? Waarom? Ja, bij Job Factory heb ik altijd in de keuken gewerkt, koken. Ja. Dat kon in eerste instantie bij de Vonko. Ja. Daar zou ik dan eigenlijk gaan koken voor, die hebben dan 1 keer per maand eten in de wijk. Ja. Maar ja, toen ben ik daar ingerold en nu doe ik alles behalve het koken. Ja. Ik weet wel, je hebt op een gegeven moment ook je certificatie gekregen, ja. Hè? Ja. Hoe was dat? Ja, heel bijzonder. Ja. Zoals ik al zei, ik ben wel naar school geweest, maar ik heb het allemaal niet afgemaakt. Mm-hmm. En ik heb dan dus een dochtertje. Dus dat was heel mooi om te laten zien dat er... Dat ik ook kan. Ja, dat is heel belangrijk. Ja, dat is ook. Ja, en ook voor mezelf. Dat ik toch weer heb dat ik iets kan en iets goeds kan. En als je nou mag zeggen, waar heb je nou geleerd in die tijd dat je daar was? Ja, heel veel. Ja. Echt heel veel. Ja. Ook dingen als met mensen praten en hier staan is ook nooit. Dit, ja, dat mag ik zeggen. Het is niet alleen. Het werk zelf natuurlijk, maar ik krijg daar zoveel voor terug. Ja. Ja, mensen kennen. Ja. Je bent gegroeid. Ja. Ja, dat is ook zo. Dat zien wij ook. Ja. Ja. En zo hebben we dus heel veel voorbeelden. Ja. Op onze site staan we een aantal. Dus ik zou ook echt zeggen, kijk ernaar. En als je nog iets wil weten, vraag het. Bel, doe iets. Neem contact op. Super. Yes. Dankjewel. Los. Op onze voorpagina staat Corrie. En Corrie is een van de oudste inwoners in de wijk. En zij heeft een schort aan en staat op de drempel van haar huis. Binnen en buiten. Deze vrouw is altijd binnen. Komt nauwelijks meer buiten. We hebben voor Corrie een schort gemaakt tijdens het project Een Laagje Helmondse Cultuur. En dat gaat over Vlisco-stoffen. Wij werken met een groep vrouwen in de stad met Vlisco-stoffen. En die Vlisco-stoffen dragen wij overal uit. Vroeger, als je in het archief kijkt, had je zwart-wit foto's met moeder, de vrouw, met kindjes op de drempel van hun huis. Dat waren de stadsgezichten, vooral in de arme wijken. En die drempel van de huis, dat is heel belangrijk. Want je gaat vanuit de buitenruimte je privéruimte in. Nou, daar is het een en het ander over te doen. Vooral in de wijk in de Leonardusbuurt. Mensen vluchten naar binnen, komen niet meer naar buiten. En zien ze maanspuiten te krijgen. Dus Corrie is voor ons een heel mooi voorbeeld daarvan. Ik heb het ook. Mooi, dankjewel. Ja, leuk. Ja, ik geef je een beetje van Ik heb er 4 jaar in als hoofd gehad, dus kun je nagaan. Dank jullie wel. Ja, heel graag. Ik nodig jullie uit voor jullie ook allemaal voor de lunch. Samen met ons. Ja. Mooi.